kant. Nee, daar zit je op. Nee, wat ging daar ook weer? De goede kant, daar zit je op. Qua gehoor? Nee, qua gehoor is dit mijn goede kant. Oh, maar dit, je zit nu met de generatie met de ene oor die het niet meer doet. Ja? Ja, dit is de generatie. Heb jij dat ook? Ja. Dat is de fijne generatie. Laatst heb ik getest, leer ik zo in bed. Dan zegt mijn non... Huh? En dan moet ik op. En dan zet ze het nog een keer. Ja. En toen zegt ze... Ja, ja. Die alles twee keer moet zijn. En waar is het dan van? Is dat gewoon nog van de tijd van geen in-ears? Ja, van de monitor. Ja, bij mij was het een stom ongelukje met een wattenstaaf die erin zat. En, zijn we al bezig? Ja, we beginnen al gewoon. Zodra de deur dicht gaat, gaan we al gelijk. Dus altijd nou een stom ongelukje met een. Dus heel lang geleden, in 1977. Zo. Ja, dat Elvis is overleden. Zeg maar. Ja. Ja, ja. Dus dat is mijn. Ja, zoals je hoort, dames en heren, het gaat hier dus over... Ik ben dus blijkbaar met een groep mannen met allemaal aan één oor doof. Wat zeg je? Ja, inderdaad. Zet er mijn verkeerde kant. Jim Hendrix had het ook, Brian Wilson had het ook. Barry Hay. Dus eigenlijk moet je het willen. Ja, dan ga ik dat straks ook even verseren bij mezelf, inderdaad. De Frank kijkt alsof ze allebei zijn oren doof zijn. Ik zeg niet. Ja, lieve mensen, je luistert weer naar Kraan aan de Bar. Het is seizoen 2, wederom vanuit Ahoy tijdens de Vrienden van Amstel Live, de 25e editie om precies te zijn. En vandaag zijn bij mij aangeschoven de heren van Rowan Herzen, Guus Meeuwers en Frank Boeien. Welkom allemaal. Dankjewel. Ja, wat een ontzettende eer dat jullie tijd willen maken om... hij is langer dan het lijkt hoor. Kijk. Ja, dat zei zij ook. Ja, en, dat zeggen, gelukkig is er beeld bij. Wat de eer dat jullie tijd willen maken zo in dit druk schema. De eerste vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel is... dan begin ik even bij jou, Guus. Hoe zitten we in de wedstrijd momenteel? Wij zitten ontzettend goed in de wedstrijd. Ik was net aan het vertellen, donderdag had ik even een heel klein onverklaarbaar dipje. Ja. En die heb ik... we zijn ook in de studio... Fysiek of mentaal? Fysiek. Oké. Okay. Toen heb ik in de studio een uurtje geslapen en toen... En daar vertrouw ik dan weer op. Als je dan op een gegeven moment gaat zingen en de adrenaline voelt van het optreden, dan is het meestal wel weg. En nou, gisteren was het weer gewoon, eigenlijk voor de volle 100% voelde me als de eerste keer, ook qua stem. En nu is het nog steeds zo. Dus ik ben goed in de wedstrijd. Lekker. Fit. Frank, en nu? Jij? Sorry. Ja. nee, ja. Nou, ik leef eigenlijk gewoon helemaal naar het optreden toe en daarna heb ik ineens energie. Dus de hele dag loop ik een beetje sloom rond. Of zit in mijn auto, ik rijd naar Rotterdam. Ik ken Rotterdam heel goed, maar ook niet. Okay. Dus dat vind ik heel leuk en ik heb veel herinneringen hier. Maar ik doe niks, zeg maar. Gewoon, ik heb echt nodig, weet je wel, rust en dan optreden. En daarna ben ik ineens heel actief. Dan gaan we de backstage bar in. Dan begint nee, daar ben ik nog helemaal niet geweest. Nee, hè? Nee, dat was voorheen ook heel anders dan nu, denk ik. Ik weet niet of ik daar zo zin in heb, maar we gaan naar het hotel. Ja, is beter. Ja, ja. En, je hoeft niet zo te schreeuwen in het hotel. Dat scheelt. Ja, dat is ook slecht voor je stem natuurlijk. Ja. Ja. Want is het heel anders nu deze keer dan alle keren die hiervoor zijn geweest voor u? Voor jou? Ja, ik heb het een hele tijd niet meer gedaan. Kom er wel. Vind ik leuk. Zou ik ook doen. Ik heb het een hele tijd niet gedaan, maar dit is, ze zeggen, de 9e keer dat ik dat doe. Dus ik heb best wel vaak gedaan. Ja. Maar het lijkt voor mij lang geleden... Ik merk heel erg onder de, nou, laten we zeggen, de wat nieuwere generatie. Die zijn heel erg in de war van je aanwezigheid. Op een positieve manier. In de war? Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Ricky van Rondé, die stond na show 5 van de week. Zat ik toevallig naast je in de gang hier op het bankje. En toen kwam er gewoon een hele schattige Ricky. Wat toch wel echt, nou, toch wel een van de vrouwen van dit jaar is. Zeker als het gaat om hits en aanwezigheid op radio en televisie. Die werd ineens, oh, hallo. Ik ben Ricky. En u bent er voordat Frank zijn naam kon zeggen. U bent de enige echte. Ja. Nou, het is ook een beetje. Het hoort ook een beetje bij dit gegeven. Hè. Kijk, ik heb, laten we zeggen, 22 jaar geleden Guus leren kennen. Van Dikhout. Ja, gewoon hij ze kende ik eigenlijk al. Maar je leert elkaar echt kennen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook Kane. Noem nog eens iets. Cresset, dat soort dingen. Bluff, Thomas en Paul. Ja, die heb ik toen allemaal leren kennen. Daniel Lois. Ja. Daar ben ik nog steeds bevriend mee. En ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk aan dit gegeven hier. Ja. Maar voorheen maakte je ook meer samen muziek. Hè? Dus, met je eigen band. En dat is allemaal een beetje anders. Ja. En de backstage bar was toen echt alleen van ons. Ja. Daar liep echt niemand. Het was heel klein. Het was nog kleiner dan dit, bij wijze van.
En daar kwam niemand bij. Dus dit mag, dit mijn hockey, maar dit mag prima gebruikt worden als backstage bar. We kunnen hier ons gewoon opsluiten vanavond daarna. Maar dan was je echt met z'n allen. Ja. En het was een estafette. Dus je, en wij begonnen meestal, dus wij waren, wij waren om 5:00 waren wij op. En om 7:50 waren wij, nee, 7:45 waren we klaar. Ja. En dan gingen we in de backstage bar zitten, tegen iedereen zeggen, veel succes. En ondertussen... Lekker bier drinken. Er kwam iedereen opgelucht, kwam die backstage bar in en dan gingen de verhalen. En dan hadden we nog een finale. Zeker. Dus zou je de microfoon wel erbij willen pakken? Moesten met z'n allen opgetrommeld, dat weten jullie nog wel, hè? Ja, de finales, dat was altijd, een moedje, zeg maar. Dat, niemand wilde eigenlijk, maar we deden het toch. Dus het werd lief gevraagd, zeg maar het... het hoort een beetje bij, maar ik ben wel blij dat ze hem eigenlijk... Want hoe vaak zijn jullie nou hier geweest? Nou, ik dacht de 20ste keer bijna, maar dat is helemaal niet waar. Het is de helft. De helft. 10, 11e keer denk ik zo'n beetje. Ja, bij mij zeggen ze 16 en ik denk dat het 19 is, maar ik weet het ook niet precies. Ja, het gaat anders in je hoofd. Ik was eerst dat jullie, dat je echt de optredens, een soort van de 100ste keer. Dit was een paar jaar terug. Oh. Maar ze zeggen dat ik er 8 keer niet bij ben geweest en daar kan ik me niet van herinneren. Ik was er dus niet bij toen Doe Maar hier was, want die heb ik hier nooit gezien. Nee, dat waren wij ook niet, dat trend. Nee. Dus geen herinnering. Ik ga er ook vanuit dat ik er altijd bij ben geweest. Als iemand zegt die zijn geweest, ik zeg nee, die zijn niet geweest, dat ik dan gelijk heb. Maar dat is dus niet zo. Maar dat doe ik ook. En ik ben er pas 6 keer geweest, of 5 keer. Maar ik ga daar volledig in mee. Dit is ook helemaal geen wedstrijd. Het is gewoon bijzonder dat het al zo lang duurt en dat het nog steeds voortduurt ook. Ja. Wat doen ze de editie tot dusver voor jullie? Nou, voor mij, Trent moet zijn eigen relatie. Voor mij is het fijn. Ik zeg net tegen Rudy. Rudy belde me heel lang geleden op en die zegt, Jacques, we zijn gevraagd voor de vrienden. Ik zeg, 20 keer. En ik bel jou eerst eventjes om te checken of jij dat voor gaat houden, zeg maar. Dus dat was wel heel lief van hem. En toen moest ik zeggen, Rudy, ik zeg maar, het reizen, dat is altijd zo'n ding. En dan die finale inderdaad, waar je het net over had. En dan zat je weer midden in de drukte. En s'avonds had je altijd file, maar we zaten ook altijd in het begin ook wel iets. En dan verdeeld over zo'n avond. Ik zeg zo nou één blok. Ik weet niet hoe ver dat geholpen heeft dat ik dat zei, maar dat zou ideaal zijn. En nou, ik vind echt dat wij een soort, voor ons doen, vanuit Limburg, een ideale plek hebben in het geheel. Dus wij beginnen een keertje met Malababbe. Nou, dan doen we het blok samen met Guus. En voordat de mensen het in de gaten hebben, Roneers have left the building en staan we weer te blazen langs de weg. Want dat moet elke avond bijna nog. Ja, had jij nu 2 bobsleutels? Heb je dat goed begrepen? Ik heb 2 bobsleutels. Godverdomme. Deze keer. Ik heb vorige week 2 keer moeten blazen en gisteren hadden ze de bobsleutels niet. Ja. Dus dan blaas ik ook niet. Dan blaas ik ook niet. Ik blaas alleen de bobsleutels. Geen zielstof van Guus. Ja. Nee, maar goed. Dus, ik vind het echt, en ik zei net nog tegen Rudy, de manager. Ik zei, ik ben zo blij dat ik ja heb gezegd om mee te doen. Dus dat, zo zit ik in de wedstrijd. Is fijn, hè, de show? Super fijn. Ja, ik vind super fijn. Gek. Ik heb nog niet heel veel gezien. Zijn er dingen die je hebt gezien? Ja, ik heb eigenlijk wel zo'n beetje alles gezien nu. Dus de intro. Alleen de finale, de toegift van jullie. Ja, de DJ's heb ik niet gezien. Ga ik volgende week ook doen. Maar Chef Special en allemaal. Dat is wel echt. Dat zoiets in Nederland kan, hè. Dus dat we dat zo aan het doen zijn, dat is toch mooi. Maar vooral, ik hoorde de reacties van de mensen die zeggen allemaal van wat gebeurt hier toch allemaal? Kijk, voor ons is dat bijna ook al een soort van normalend worden. Maar volgens mij voor de bezoeker is dat er gebeurt zoveel. Ja, maar het is natuurlijk qua spektakel is enorm. Maar ik hoor juist heel veel dat de mensen het zo fijn vinden dat het de generaties door elkaar gesneden zijn. Ja. En hoe goed dat werkt. En dat werkt voor iedereen. Op papier is het best wel een apart verhaal als je zegt van we gaan helemaal van Frank Boeien tot aan twerkende danseressen. Ja. En alles wat ertussen valt. En het is voor iedereen te doen en even leuk. Ja, precies. Dat vind ik denk ik het unieke aan deze show. Ja. Ik denk het ook. En dat houdt het gewoon. Ik heb een paar mensen dan hier gehad die inderdaad kwamen kijken. Die zeiden van het is gewoon, het gaat zo rap. Je hebt gewoon elke anderhalve minuut verandert het weer, waardoor het gewoon boeiend blijft. En je hebt heel erg dat je zegt, wat vond je het leukste? En dat is uiteindelijk, als je dan zegt, als je het einde van de opsomming, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat ze iedereen hebben opgenoemd. Oh, nee, de mensen die ik spreek, die vinden Roneers alleen maar het leukste. Ja, dat weet ik ook. Maar die heb je daarvoor betaald ook. Daarom staan die op jouw gastenlijst. Die mensen heb ik ook alleen maar gesproken inderdaad. Die spreek ik ook. Die zeggen iedere keer, waarom zit je iedere keer door de Roneers heen te zingen? Ik zeg, daar hebben ze aan mij gevraagd. Oh, heerlijk. Zitten er dingen bij die je zelf graag had willen doen?
Ja. Nee, ja, ik ben heel, heel blij met alles wat we doen. Maar op z'n kop draaien had ik me wel voor opgegeven. Ja? Ja. Maar de rest van de band? De rest van de band vond het... Die vond het een matig idee. Nou, hoe doet die drummer dat in godsnaam? Ik heb het nog steeds niet gezien. Hoe doet die drummer dat? Ja, verzekerd allemaal. Dat is een palende ding. Ik heb het nog steeds niet gezien. Ja, en hij slaat praktisch omhoog. Zal ik hengelen? Het is heel gek. Ik heb het nog steeds niet gezien. Maar, ja, maar tegen de zwaartekracht in eigenlijk. Dat je een beetje... als drummer vooral. De eerste avond viel de sneerdrum eraf, had ik al begrepen. Die zat niet goed gezegd. Ja, daar vraag je een beetje om natuurlijk. En wij hadden graag op het podium van Guus gezeten. Nou, dat wilde ik al zeggen. Want ja, voor de luisteraars... Machiel is een beetje de creative director, zeg maar. En Machiel kwam in september volgens mij al bij ons op bezoek tijdens een optreden. En hij had een heel mooi voorstel of wij dan echt vanuit het dak van Ahoy zouden willen komen met de band. Ja. Ja, de band wilde wel, maar ja, we hebben een drummer die heeft gewoon echt zo zwaar hoogtevrees. Dus ja, dat ging hem niet worden. Dus, en Machiel heeft het nog geprobeerd, maar het is toch Guus geworden. Terwijl ik een broer heb met hoogtevrees. Maar die heeft het wel gedaan. Nou, wij doen hetzelfde als, omdat wij toch van de generatie zijn die dat nog weten wie er is. Beer Barakkes durfde ook niet te vliegen. Ja. En dan gaan we met spuitje. Die gaat elke keer wel zo doen. Ja. Ja, heb ik voorgesteld. Beer Barakkes, dat vaker gezien. Maar nee, Martijn durfde gewoon niet... Als hij speksolen onder heeft, dan heeft hij al hoogte. Dat vindt hij heftig. Ja, dat vind je al. Dus helemaal zo'n ding. De vraag werd al zenuwachtig. Ik had echt met hem te doen. Hij kreeg hoofdpijn van echt. Hij moest nee zeggen. Dat hij voelt dan ook wel een beetje iets verpest voor de rest. Tenminste, ja, wij waren boos. Wij waren boos. En wij waren geslagen en zo. Dat hadden wij. Dus ik had het op zijn minst zo'n keer ook gewoon niet kunnen zeggen. En gewoon het moeten aanloop komen op de repetitie. Ja, we gaan repeteren. We zijn boven en dan ga je. Nou, weet je nog dat wij die ramp hadden, zeg maar, zo over het publiek heen. Die was niet geoefend. Nee. En toen weet ik nog dat Bertus, de man die hier altijd rondliep van de leiding. Die zei een uur voordat eigenlijk de generaal... Heeft iemand dit al doorgesproken? Ik heb er niks van gehoord, weet je wel. Stel dat jij dat nou niet durft. En toen dacht ik ineens... Fuck, stel ik had, dan ligt hier voor een ton, kostte dat ding geloof ik toen. Ja. Omdat, dus dan ging van de ene kant van Ahoy naar de andere. En wij traffen elkaar ergens in de midden. Ja. Over zo'n ding dat uitgeschoven werd. A la de Rolling Stones, zeg maar. Bridges to Babylon. Ja, Bridges to Babylon. Mega. En dan zongen wij naar elkaar toe. Maar dat zijn wel linker dingen. Dus maar ja, goed, dat klopt wel. Het is wijsheid, wachten, niks zeggen. En een uur van tevoren... Oh, jullie zitten trouwens op een ronddraaiend podium. <Ja. laughs> Zou je over de kop willen, Frank? Nee. Resoluut. Ik doe ook vrij serieuze nummers. En één is zeg maar dat het niets wist. Nou, dat gaat over, heeft te maken met de vergankelijkheid van het bestaan. En de andere is Kronenburg Park. Weet je, dat is niet echt gepast om dan ondersteboven te zingen. Toch? Ja, of juist leuk. Nee, dat ga ik nooit doen. Nee. Maar wat Guus vraagt, 20 jaar geleden, had je ervoor gevoeld toen? Nee, ik heb ook hoogtevrees. Oké. Okay. Ik heb één keer ingestemd dat ik dus helemaal boven een trap af moest lopen naar Ilse de Lange. En helemaal bovenin, en het was ontzettend warm daar. En ik stond altijd met dezelfde beveiliger. En waren een beetje grapjes aan het uithalen. Maar dan moest ik wel naar beneden op een gegeven moment, ronde trap. Heel slecht gemaakt, ongelijke treden. En ik denk, my god! Overigens waar het gelijke dus tijd. En hier is die. En hier is die dan. Frank Boeien. Zo, heel voorzichtig die trap. Ja. En net gehaald voor het intro zwart-wit. En ik denk, dat doe ik nooit meer. Ik zie Benny van normaalig met een motor diezelfde trap oprijden. Ging echt met een motor naar boven en weer naar onder. Weet je dan dat de eerste jaren? Dus lopen, dat is gevaarlijk. Dat was de eerste special. De motor omhoog? Ja, met zo'n crossmotor, echt waar. Benny Joling. Ja? Ja, we waren erbij. We zagen hem gaan. Herrie in de zaal. Weet je. Ja, die deed dat wel. Die vond het geweldig. Ja. Het is al verschil met wat je nu tegenwoordig ziet, hoor. Het was wel echt... dat hoor ik wel vaak. Dat het wel echt nog een stuk meer rock'n'roll is geweest gewoon dan dat het nu is. Is dat ook zo? Valt op mee? Helemaal niet.
Nee, dat valt wel mee. Wat, nee, dat was wat, eerste, mis die nagelaren. Ja, zeker. Nou, de eerste vrienden, zeg maar, de eerste opzet van Vrienden Amstel had ook meer weg van een grote jam. Toch? Ja. Of een repetitie. Waar je hebt ook samen wel muziek gemaakt, hè? Ja, waar je toevallig bij was. Dat was, ook die, dat was dan ook die estafette. Dus je had, Rowan speelde 3 liedjes en het laatste liedje kwam ik bij. En dan speelde, en dat deden we samen, begon ik 3 liedjes en dan kwam Frank erbij bij wijze. En zo ging dat door. Maar heel hard gerepeteerd werd het niet. Nee. En het liep niets mee. Dus als er een solo extra was, was er een solo extra. Dus mensen hadden wel echt het gevoel, we kijken hier nu naar. Hoe lang was zo'n show dan, toen de tijd? Ook al 3 uur. Ja, hetzelfde ongeveer. Ja. En op een gegeven moment vond ik wel terecht dat er eventjes aan het format gesleuteld werd. En dat het iets diverser werd. En dat, dat we op andere plekken moesten verschijnen, dat het niet dat was. Maar dat was wel het begin. En dat is natuurlijk wel, ja, dat begin heeft er wel voor gezorgd dat het nu nog steeds zo is. Die shows waren dus ook nooit, sorry dat ik dat zei, maar die shows waren ook nooit hetzelfde dus dan? Bijna nooit, nee. Ja, maar het was ook een hele andere tijd, hè. Toen was de digitalisering nog lang niet zoals nu. Eigenlijk nauwelijks. Dus mensen hadden echt cd's en het was een andere muziekbeleving. En we praten pas over 25 jaar geleden. Het lijkt nu alsof in die tijd, het was de Elfsteden toch nog in 2000, in juli. In 2000 ook nog. Ik bedoel, dan had je geen Spotify en al dat soort dingen. Nee. De muziekbeleving was heel anders dan nu. Kijk, nu is het eigenlijk meer een soort vermaak. Hè? Zo van telering en de vermaak. Maar toen de tijd, ja, wat zal ik zeggen? Je had al die clubs natuurlijk. Dat waren eigenlijk nog kraakpanden en gekraakte kerken. Nu allemaal fantastisch ingericht, maar dat was toen allemaal niet. En alles was laat, niet waar? Ik bedoel, je begon nooit. Nu is het om 8 uur beginnen in die clubs. Nou, dat kun je niet voorstellen. Toen de tijd 11 uur of zo, daarvoor kwam er niemand. Dus een hele andere beleving van muziek dan ik vond, wel dat de eilanden die er vroeger waren, de Vrienden van Amstel heeft wel de eilanden toch meer tot een land gemaakt, weet je wel. Ja, dat vind ik ook. Er zijn combinaties. We hebben de eerste keer bij de Heren van Amstel met Herman Brood opgetreden. In Amsterdam nog in de kroeg. Ik moest met een pilaar voor het podium. Ja, de allerslechtste plek die je kan kiezen voor een tv-uitzending. Ja. Nee. Niemand was in beeld, altijd een pilaar voor dat podium. Ik ben er laatst voor het eerst geweest. Ja, echt niet normaal, man. Maar bijvoorbeeld, ik moest zo met Trek spelen met Rhythm Temptation bijvoorbeeld, weet je, dat waren wel combinaties die waren eigenlijk voor die tijd waren die ondenkbaar. Dat was gewoon, en dat heeft Vrienden van Amstel wel teweeg gebracht, vind ik. Dat je leert elkaar kennen, en dat is nu nog steeds, je leert elkaar kennen, omdat je een aantal dagen bij elkaar met elkaar op kan trekken, maar je ziet elkaar ook voor een heel groot publiek optreden. Je gaat wel zien, al is het je genre niet, je smaak niet, of je bent, je ziet het en je denkt, fuck, ik snap wel waarom dit goed is. Dus je krijgt respect voor elkaar. Mm-hmm. En ook als je mee gaat doen met een combinatie die je niet verwacht, dan zou je in één keer ergens tussen. En je denkt van, wow, deze energie is ook echt helemaal de bron. Ja. En dat is denk ik toch altijd wel het geheim geweest van Vrienden van Amstel. En dat vind ik nog steeds wel overeind gebleven. Ja, 100%. Het is verslavend. Je wil het steeds weer. Ja. Dan moet ik dan echt van mezelf toe. Dan wil ik dat weer doen, hè, elke avond. Dan wil je weer. Mm-hmm. En dan vraagt mijn vrouw straks. En goed gaat allemaal. Ja, ik zeg, een beetje wedstrijdspanning. Maar je wilt wel weer datzelfde doen wat je gisteren ook deed. En toen lukte het ook. Je hoopt dan dat vanavond. Dat is een verslavend iets. Ja, ja, ja. En dat is maar ook wel weer het compliment voor het hele gebeuren. Dat zo werkt in je hoofd, dat je steeds weer dat wilt herbeleven, zeg maar. Aan de andere kant wordt het ook weer, het is heel vreemd, maar het wordt eigenlijk gewoon, hè. Vooral als je 20 keer dat doet, dat het bijna gewoon wordt. Dat je s'avonds thuis komt, dan vraag je vriendin van, en was het? Ja, leuk. Ja. Ja, maar dat is niet het moment dat je daar staat. Dat is als je aankomt en gaat eten, dat bonnetje inlevert. Nee, het moment niet, maar dat op het moment zelf denken, wow. Het zijn wel een hele hoop mensen. Ja, maar dat is het. Het is een hoog gevolg. Vroeger zat ik aan de Pink Floyd te kijken, naar Fleetwood Mac, weet je wel. En nu sta je daar, maar er zijn maar net zoveel mensen. Ja, dat vind je meer nog, denk ik. En meer nog, ja. Ik kijk nog iedere keer naar linksboven, kijk nog altijd, want dan zat ik als 16-jarig jongetje, zat ik daar Fleetwood Mac, was daar maar staan. En dan denk je, verrek, ik ben in mijn leven nu, dat is de enige keer dat ik voorom Ahoy binnen ben gekomen. Dat was met het concert van Fleetwood Mac. En de rest altijd achterom. En dan kijk iedere avond, als je Fleetwood Mac ooit tegenkomt, kun je daar wel zeggen. Ik denk dat je dat te gek vindt. Hé, hey, Mick. Weet je hoe ik heb gedaan? Met je grootje mond. Dat geeft helemaal niks. Wij gaan hem ook afronden namelijk. We moeten zo meteen richting het podium. Kijk, we gaan hem zo klaarmaken. Ik rond af op jouw plek. Helemaal goed. Zou ik doen. Dank jullie wel voor jullie tijd. Dit was hem weer. Nee, maar dat geeft helemaal niks. Maar jullie gaan door. Ja, de reden dat Frank eruit gaat is omdat wij zo erop moeten. Ik ook namelijk. Frank ook? Ja. Die zit in het tweede liedje, toch?
Of niet? Ik heb geen idee. Volgens mij zit hij pas heel erg bij zeggen dat niet zo is. Dat is de eerste keer. Ja, dan ga ik hem terughalen. Dan kan je niet mee. Nee, dat is Henk Westbroek. Ja. Ja, tuurlijk, ja. Oh. Oké, okay, nou, dan niet. Nee hoor, we gaan... Ik heb... Sluit het wel af. Ja, toch? Ja, zo werkt het een beetje. Nou ja, maar ik moet me wel klaarmaken voor dat hele ding. Dus alsnog moet ik hem wel gaan afronden. En jullie enorm bedankt voor jullie tijd zo midden in deze drukke reeks. Heel veel succes. Ja, hou je vol. Ja, blijf genieten. En laten we hopen dat Fleetwood Mac dit gaat horen. Houdoe.